Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. Ja, ook voor ons komt er zo nu en dan toch wel een heel bijzonder project binnen. En dit is er eentje van, de Bugatti Chiron, die helemaal gespoten is. Eerst gerapt, dan gespoten. Ja, dit was allemaal voor opnames van de videoclip. En de videoclip die is opgenomen, dus mag die nu terug naar origineel. We are currently working on this Lamborghini Urus. Now you may have seen this car before, as we've already done quite a lot of work on it already. We've already upgraded the audio system. It's now got a full Capristo system on the exhaust as well. And it's now coming to us. It's had the wrap stripped off of it and we're now re-wrapping it in the brand new Innozatec gloss metallic black. Then once the wrap is complete, we're going to install some small Novatec parts to give it to the final touches that it deserves. Let's crack on. Normaal gesproken dan komt de klant gewoon hier naartoe met zijn auto en die geeft hem af. Dan gaat diegene weer weg. Gaan wij de werkzaamheden doen en that's it. Dan zie je er niet zo heel erg veel speciaals aan. Maar dit keer is net even iets anders. Want Bart belde mij dat hij hier over een paar minuutjes is. Dus laten we even gaan kijken waar hij mee aankomt. Oh, ik blijf even hier staan, want het regent. Maar daar komt hij al aan. Dit is toch een dikke truck, of niet? Middag, goedemiddag. Goedemiddag. Wat een wagen, zeg hij. Hey, dus hier moet de andere uitlaat onder. dat is een eerste voor ons. Ja, daarom. Bart van PFM. Klopt. Kleine introductie. Dat is een goed idee. Wie ben je? Mijn naam is Bart Smits en ik ben directeur-eigenaar en vrachtwagenchauffeur, zeg ik tegenwoordig, van de PFM Groep. Ja. En ik heb op mijn social media account heb ik eigenlijk het hele bouwproces van dat ding, van A tot Z. Mijn rijbewijs, ja, tot en met vorige week hebben wij een presentatie gedaan in Amsterdam. Heb ik bijgehouden. Dus de afgelopen 2 jaar heb ik daar op een YouTube account via de Soede Truck Driver, zowel Instagram,
Facebook als op YouTube. Ja, het staat het hele proces op. Maar dit is geen standaard truck meer? Het enige wat hier nog standaard in is, zijn die, zeg maar die wielen. De rest is helemaal aangepakt. Nee, gekkigheid. Nee, het is een hele bijzondere combinatie geworden. En de vrachtwagen die je ziet, de bakwagen feitelijk, is een vijfasser. Ja. En daar hebben wij de cabine van verlengd. Je ziet hier dit stuk, die 900 mm. Is langer geworden. Ja, die is langer geworden. Ze hebben die cabine iets opgelengd. En daarmee aan de binnenkant hebben we een klein kantoortje gecreëerd. En die wil je dan zo ook nog wel even zien. Ja, die mag je, ja dan gaan we, dan kunnen we, dan zitten we beter dan buiten op dit moment, denk ik. Ja, dit is echt... het weer doet geen eer aan de auto. Hey, en een speciaal lakwerk? Ja, ik ben blij dat je zegt lakwerk. Want ik krijg natuurlijk heel vaak de opmerking van... Wow, dat is een gave wrap. Ja. Maar dit is gewoon special paint. Hè? Dit is gewoon met de hand erop gezet. Dat zien wij. Ja, ja dat is echt wel... Het ziet er heel strak uit. Een kunstwerk. En dit is volgens mij een originele Mercedes lakkleur, of niet? Hij is eigenlijk dezelfde als die... Als die achterop staat, die A45. Waar het nu eigenlijk ook een matte kleur. Ja. En het zijn twee tinten. Ja. En dit is, dit is exact dezelfde kleur. Mm-hmm. Dynamo Grey of weet ik. En die, ja, deze is iets lichter. Ja, en dit is een soort champagne metallic. Ja, ja, het is wel echt een hele goede combinatie. Ja, toch? Dit is gewoon Absolute Motors voor trucks. Hey, en rode accenten. Ja, wat je ook weer bij de AMG terugziet. Remklauwtjes zitten er ook op. En wat staat hier dan achterin? Nou, dit is eigenlijk het hart. Dit is eigenlijk waar het om gaat. Ah, ja? Daar komt mijn leenauto. Geen probleem. Hoi! Nou, deze container, dat is eigenlijk waar het om gaat. Weet je, al mijn bedrijven, producten en diensten, ja? Die kan ik hierin presenteren. Mm-hmm. Alles zit hier in de vorm van software, data, techniek, licht, beeld en geluid. Dat is hier eigenlijk ingezet. Dus je moet het eigenlijk zien, dit is mijn showroom. Dit is gewoon mijn mobiele presentatieruimte. En deze die klap je hydraulisch uit, dus die wordt twee keer zo groot. Ja. En ontstaat er binnen een overlegkamer van bijna 35 vierkante meter. Dus ja, dat is top. Serieuze jongen. Ja, dat is echt een serieuze jongen. En dan iets wat, waar je voor komt. Ja, 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 ja. De A45. De A45. Maar heb je deze aanhanger nou precies voor de auto laten maken? Of hoe moet ik het zien? Nou, die vrachtwagen met die vijf assen, die is exact 12 meter. Ja. In Nederland mag je dus met een vrachtwagencombinatie niet langer zijn dan 18,75 meter. Ja. Dus als die al 12 is, hou je op je aanhanger dus niet heel veel over. Nee, dan heb je precies. Nog te maken met de draaicirkel, hè? Dus de afstand zeg maar, tussen je truck en dus de aanhanger. Ja. Dus uiteindelijk hadden wij exact 6 meter over als, ja, als late ruimte. Zeg maar. Dat is niet heel veel. Nee, dat is heel weinig zelfs. Ja. Nou, en dan wilde ik dus dat bordmoek mee, want dat is eigenlijk is dat voor ons een sensor. Ja. Het is gewoon een mobiel reclamebord feitelijk, maar die moet mee. Ja, en wat je dan nog overhoudt is eigenlijk de lengte van een A45S. Ja, een S-klasse gaat niet meer passen. En die past ook nog eens een keer heel goed bij de truck. Ja, zelfde kleurtjes. Ja. Ook de rode accentjes zitten erop. Matte kleur. Dus, wat mogen we gaan doen aan de auto? Nou, ik heb toen volgens mij de wens uitgesproken om hem wellicht nog een klein beetje meer vermogen mee te krijgen, mee te geven. Dus daar ligt een wens. Het geluid is natuurlijk wel aardig, maar het is natuurlijk tegenwoordig op zijn standaard uit, op zijn nieuwe auto. Ja, een beetje braaf. De filters. Het is natuurlijk allemaal wel een beetje braaf. Is het net niet. Ik vind zelfs die velgen vind ik niet geweldig. En dat is, ja, het is eigenlijk een soort mat zwart. En dan heb ik zoiets, kan dat niet hoogglans worden? Want dan pak je hem eigenlijk mee in de lijn van de spoiler, maar zeker ook op de vrachtauto. En ook de onderbumper, ja, de onderskirts. Eigenlijk alle details op de auto. Ja, dus dan hou je zwart met rood en dan mat is top. Ja, en dit soort... Net even zwart maken. Net even een ander kleurtje. Ja. Dat geldt ook volgens mij voor het logootje achterop. Precies. En de grill had volgens mij Patrick nog iets voor bedacht. Nou, dat soort... dan is het er aan de onderkant volgens mij dan die uitlaat. Precies. Ja, daar hadden jullie volgens mij ook iets voor bedacht. Dat denk ik ook wel. Ik ben gewoon benieuwd wat het gaat worden. Nou, we gaan aan de slag. Ja. Afladen die handel. Ja. En dan... gaan we beginnen. Leuk man. Yes. De originele einddemper gaan we verwijderen. We gaan ook de eindlaattips verwijderen. Er komen nieuwe voor van Acra. En daarna gaan we de middendemper
weghalen. Er komt een streeppijp onder. En natuurlijk de 100 cel, 200 cels racecut van Acra. Best een aparte vorm, maar ik denk wel dat het dik wordt. We hebben deze net zwart gemaakt en we gaan hier nu geel overheen aanbrengen. Want deze 488 Challenge Evo, het is ondertussen de derde die we hier binnen hebben gehad, krijgt ook weer een race livery. En dat moet altijd een beetje opvallen. De eigenaar heeft een bestand laten maken of een ontwerp laten maken. En die heb ik hier toevallig open, zodat ik precies kan zien wat er precies allemaal op moet. Dus origineel blijft hij gewoon Rosso Corsa. En we gaan met satijn zwart en satijn geel gaan we werken om hem meer eruit te laten springen dan alleen het rood. En we zijn dus druk bezig. Daan is mij aan het helpen. En ja, we gaan er gewoon iets super dik van maken. De eigenaar heeft ook al wat ervaring met leuke Ferraris. Hij heeft onder andere een 812 GTS. Hij heeft een 488 Pista als ik me niet vergis. SF90, onder andere ook een Mercedes AMG GTR Pro. Dus het is wel echt iemand die houdt van het echte rijden. Het zijn allemaal best wel rijdersauto's, maar dit beestje is toch wel uniek voor op het circuit. We gaan hem snel afmaken en dan stay tuned voor het eindresultaat. On the ramp behind me is a GT63 AMG, and now it has been previously in before for downpipes, and the customer now wants a new back box with active valves. So we have gone for a polished Capristo system, which looks insane under the car, and it also sounds awesome. So Gerb is going to start working, and you guys will be able to see the finished project once he's complete.
dan sluiten we de video af met deze Range Rover Sport van Sias Racing. Deze was oranje en is nu felblauw. En dan ook echt felblauw. Maar het staat hem wel heel erg goed, omdat de bovenkant zwart is gebleven. Samen met de spiegels en alle hoogglans zwarte accenten staat hij gewoon mega goed. Dus even oppoetsen, dan gaan we hem opleveren. En dan sluiten we de video echt af bij de 488 Challenge Evo. Ik had al een linkje gegeven, Sias Racing, raceauto, ja, valt in elkaar. Geef in ieder geval even een duimpje, abonneer op ons kanaal, want de volgende keer dan ga je het resultaat van deze zien.